De vereniging Surinaams Bedrijfsleven werkt twee programma's uit om de economische activiteiten weer op gang te brengen. VSB-voorzitter Brian Rente haalde gisteren op de reguliere persconferentie van de overheid aan dat deze programma's betrekking hebben op onder andere het voorkomen van COVID-19-besmettingen op de werkvloer. Deze activiteiten voert de vereniging samen uit met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA. Het eerste programma, My Safe Store, heeft betrekking op het veilig openstellen van winkels. Rente zegt dat winkels zodanig ingericht moeten worden dat klanten op een veilige manier hun inkopen kunnen doen. De VSB-voorzitter legt verder uit dat het om diverse redenen belangrijk is dat winkels open blijven. Natuurlijk, we moeten in staat zijn om onze boodschappen te kunnen doen. Het is ook een belangrijke bron van inkomsten voor de winkeliers en hun medewerkers en natuurlijk voor de toeleveranciers. Hoe moeilijk het ook is, we moeten op een of andere manier onze economie draaiende blijven houden. En het openen van winkels is daar een belangrijk onderdeel van. Daarnaast hebben we dus ook postermateriaal ontwikkeld en beeldmateriaal ontwikkeld. Volgende slide alsjeblieft. Het postermateriaal, beeldmateriaal, dat zijn stickers met informatie voor zowel de winkelier maar ook als de klanten. En ook vloerstickers die helpen om de social distancing in winkels te handhaven. Je ziet daar op de slide een aantal voorbeelden en met stickers met instructies en de vloerstickers. En elke winkel die meedoet, die krijgt buiten opgehangen een poster dat zegt, wat aangeeft dat zij meedoen met het programma Safe Store. De focus is nu op 500 winkels. We hopen dit deze week af te ronden. Dat gaan we dan langzaam uitbreiden naar 800. Landelijk zijn er in Suriname ongeveer 2.000 tot 2.500 winkels. En uiteindelijk moeten alle winkels hieraan meedoen. Het tweede programma Veiligheid op de werkvloer moet volgens Rente ervoor zorgen dat er geen nieuwe clusters ontstaan. Ook zegt hij dat dit programma het stopzetten van economische activiteiten moet voorkomen. Er zijn een aantal tips. Natuurlijk hangt het af van het type bedrijf en het type industrie hoe je je werkplek inricht. Maar er zijn een aantal algemene tips die wij geven. 1. Zorg ervoor dat je protocollen ontwikkelt voor op de werkvloer waar alle medewerkers aan moeten houden. Wij adviseren onze lidbedrijven om toolbox talks te houden. Dat zeggen korte sessies, het liefst dagelijks, maar anders een aantal keren per week. Waarin de medewerkers worden herinnerd aan de belangrijkste veiligheidsmaatregelen, zoals social distancing, hygiëne, schoonmaak, etc. Het is belangrijk dat werkgevers voorzieningen treffen, zodat medewerkers bij griepverschijnselen toegang hebben tot de arts en niet naar de werkplek komen. Dus wij adviseren ook, maak afspraken met de bedrijfsarts en zorg ervoor dat die bedrijfsarts telefonisch bereikbaar is. En we adviseren ook aan bedrijven om zich coulant op te stellen naar de werknemer toe. En te accepteren dat als hij belt en zegt ik voel me grieperig, ik wil eerst de arts bellen, dat u dat ook respecteert. Dat is in het belang van de werknemer, maar ook in het belang van uw eigen bedrijf. Brian Rente, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Hij sprak gisteren tijdens de reguliere persconferentie van de overheid rond de COVID-19-crisis. VSB is in samenwerking met ASFA bezig met twee programma's die ertoe moeten leiden dat winkels weer veilig open kunnen en COVID-19-besmettingen worden voorkomen op de werkplek.